jullie graag voorstellen aan onze jongste spruit. Deze kleine dame heet Evita. En ze is de dochter van Amber. Amber staat hier ook constant bij haar. Evita is geboren op maandagochtend 7 maart. En de bevalling was echt een bevalling volgens het boekje. Alsof Amber daar al heel erg veel ervaring mee had. Als eerste kreeg ze een beetje weeën. En liep ze heel onrustig door de stal en door de zandbak. En dan zag je ook echt zo de staart omhoog gaan. En ze wilde heel graag naar de wei. Dus we hebben haar in de wei gelaten. En een aantal alpaca's kwamen alsmaar bij haar in de buurt staan. En op een gegeven moment ging ze liggen. Er kwamen de persweeën op gang om ongeveer 9:30. En iets voor 10:30 was de kleine geboren. Dan zijn ze helemaal nat en plakkerig en dan zitten de vliezen er nog een beetje omheen. Dus we mochten het droog maken. En het was wel koud, er stond echt een koude wind. Dus we hebben er gauw meegenomen naar de stal samen met Amber. En droog gefeund, onder de warmtelamp gelegd met een jasje aan. En dat is in de eerste dagen altijd een beetje spannend omdat de moeder-kindbonding er moet zijn. En de kleine moet leren hoe ze moet drinken. Het is voor Amber haar eerste veulentje. En dan merk je dat het soms ook echt even onwennig is. Want opeens is dat beestje alsmaar bij haar in de buurt. Terwijl ze dat natuurlijk nog helemaal niet gewend is. En je merkt nu ook, ze blijft heel erg bij de kleine in de buurt. Ze gaat er echt niet ver bij vandaan. Ze maakt alsmaar geluid om contact te houden. Terwijl de kleine misschien een beetje aan het dutten is of zo echt in slaap valt. En het is een heel klein beetje lastig voor Amber om lang stil te staan om Evita te laten drinken. Dus we voeren er op dit moment ook nog bij met de fles. En dat is best pittig. In het begin deden we het elke 2 uur, ook 's nachts. Dat hebben we nu ietsje opgeschroefd naar elke 3,5 uur. Dat is net iets makkelijker om voor mij iets langer te slapen. Evita is ontzettend ontdekkerig. Ze rent echt rond, gaat ook best ver bij Amber vandaan. Dat vindt Amber eng, die rent er dan achteraan. En als ze op een nieuw stukje is, gaat ze meteen kijken wat er allemaal is. Of ze alles kan ontdekken. En dan probeert ze heel hard te rennen. En dan gaat ze zo hard dat ze haar eigen pootjes voorbij loopt. Dan maakt ze af en toe een salto. En dan ligt ze vervolgens om zich heen te kijken van, hé, wat is hier gebeurd? En nu dus rustig aan het soezen in het zonnetje. Dus we zullen jullie komende tijd regelmatig filmpjes laten zien van hoe ze zich ontwikkelt, wat ze allemaal leert. En we zijn heel benieuwd wat voor jonge dame er uit Evita gaat groeien.